Gaan we rollen? Yes. Ben je ready? Ja, ja, sowieso. Ja? Ai. Yes? Ja, let's go. Oké, Ruben Schaken. Yes. Hoe is hij? Lekker jongen, met jou? Ja, rustig. We mogen niet klagen, man. Mooi. We mogen niet klagen. Hoe gaat deze coronaperiode voor jou? Ja, we zagen dit niet aankomen natuurlijk. Hè. Dus het was even wennen. Ik heb veel ondernemingen, dus ik ben best wel veel bezig met ondernemen. Mm-hmm. Ik heb 4 kinderen, dus die houden me ook bezig. Ja, 4 Hoe boys. Oud? 4 boys? 4 boys, ja, ja, ja. Echte wow. Mannen maken mannen. Ja, ik heb er 2, man, je dus ik, 2? Ik mag meepraten. Je bent geblest. Je bent geblest. Nee, ik heb 4 boys, eentje van 18, wow. 12, 11 en eentje van nu bijna 3. Ja? Ja, dus dus je bent wel gewoon druk bezig door sowieso. De dag heen? Ja, sowieso. Ik heb 2 voetballetjes dan ertussen van de 4. Feyenoord en Ajax nog steeds? Nee, die van Feyenoord is 3 jaar geleden naar Heerenveen gegaan. Dus okay. Zit nu 3 jaar bij Heerenveen. En ja, die mannen gaan wel door met corona natuurlijk. Mm-hmm. Dus het is constant in de auto brengen, halen, wachten. Dus het is, hoe moet ik je goed uitleggen? Het papa leven als voetbalvader, zeg maar, is gezeik. Dus jij brengt ze? Met mijn ex-vrouw samen. Ja. Ik ben gescheiden, dus mijn ja. ex-vrouw brengt meestal naar Heerenveen. Mm-hmm. En die van Ajax breng ik zelf 3 keer per week. Dus maandag, vrijdag en zaterdag. Dus dat is niet zo'n ramp, het brengen. Je doet alles voor je kinderen. Alleen, als je daar moet brengen, je weet hoe dat gaat. Ze moeten 4:45 daar zijn. En hij moet 7:15 opgehaald worden. Dus ja, wat ga je doen in de tussentijd? Je moet daar chillen. Parkeerplaats, dat is je uitzicht gewoon. Dus op je telefoon zitten. Dus, ja. Dat is wel even lastig deze periode, zeg ik je wel eerlijk. Want normaal gesproken was het 1 keer per week. En die van Heerenveen werd gehaald en gebracht van school. Dus corona is niet fijn, laat nee. ik zo zeggen. Nee. Want hoe lang ben je nou al gestopt met voetballen? Nu 3 jaartjes. Ja, 3 jaartjes. Maar je bent nooit echt in een zwart gat gevallen van hey. Nee, gelukkig niet. Nee, man. Ik ben tijdens mijn carrière begonnen met ondernemen, toch? Dus ja. Ik heb nu 4 bedrijven. Ik ben mijn eigen kledinglijn gestart. Ik heb een cateringbedrijf. En ik ben na mijn carrière ben ik een autoverhuurbedrijf gestart. Mm-hmm. Dus in principe wist ik wel van, hè, ik wil niet in het zwart gat vallen. Dus ik moet wel bezigheden hebben, want anders wordt het lastig. Heel veel voetballers hoor ik ook vaak van, ja, wat ga ik doen? Ik heb niks te doen. Dan ga je domme dingen doen, toch? Zoals die verhalen die je hoort en leest in al die autobiografieën. Nee, is normaal, is ja. menselijk. Ja, ik veroordeel ze niet. Ja. Alleen voor de huidige generatie geef ik ze wel als tip mee. Ga alvast voor het einde iets nemen wat je om handen kan vasthouden, weet je wel. Waardoor je bezigheden blijft houden, zeg maar. Maar ja, je moet wel, zeg maar, hoe kan ik dat het beste zeggen? Die bewustwording hebben van, hey, het kan straks stoppen, dus laten we iets gaan doen. Maar hoe komt het nou dat 90% dat niet heeft? Ik had het ook niet, hoor. Nee, ik ging pas denken toen mijn knie helemaal pijn was. Ja, maar dat is het meestal. Ja. Ik ga je heel eerlijk zeggen, ik had hetzelfde. Ik kwam eerst via Feyenoord, had ik een zware knieoperatie. En toen zeiden ze van, ja, of je goed eruit komt is nog de vraag. Dus misschien moest ik stoppen. Tijdens die operatie eigenlijk, voor die operatie en tijdens de revalidatie, toen kwam ik erachter van, oké, stel je voor dat na 6 maanden revalideren, dat ik niet meer goed kan sprinten en dat soort dingen, weet je. Dus die onzekerheid kwam een beetje. Toen dacht ik in mezelf van, ja, dan moet ik toch iets gaan doen. Nou, waar ben ik goed in? Nou, voetbal ben ik heel goed in. Dus dacht ik, laat mijn voetbalschool starten. Hmm. Dus ik ben toen een voetbalschool gestart met iets van 100 kinderen ongeveer in Lelystad. In mijn 100? 100 kinderen. 50. Bro, wacht even. Heel veel mensen denken, ach, iedereen meldt zich even snel aan. Ik heb bij een voetbalschool ook gewerkt in Amsterdam. Mm-hmm. Het is niet super makkelijk om 100 betalende kinderen binnen te halen. Nee. Is moeilijk. Dat je het weet, hè? Oké. Okay. Nee, ik had het geluk dat ik een Adidas contract had. Ik zat bij Feyenoord, Nice. Dus ik kreeg alle tools die ik nodig had, had ik. Dus professionele ballen, pionnen, noem het maar op. Dus dat zat goed. En ik was ook niet prijzig. Ik vroeg €12,50 per training. Goeie. Als ex-prof krijg je toch expertise. Als je nu kijkt naar de bedragen van gewoon iedereen die een voetbalschool heeft. Keer vijf. Hebben nooit gevoetbald. Hè? Doen gewoon dingen wat ze op YouTube doen. Yeah. Dus dat was wel mijn voordeel, moet ik je zeggen. Maar ik had 5 trainers in dienst. Dus uiteindelijk heb ik dat 4-5 jaar gedraaid. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga een kledinglijn nemen. Intussen was ik natuurlijk wel weer fit. Hè. Ik was gewoon fit, mijn knie bleek gewoon goed. Dus ik kon weer lekker mijn wedstrijden spelen. Dus dat ging ook echt booming, moet ik eerlijk zeggen. Uiteindelijk Nederlands elftal gehaald. Maar tussendoor dacht ik wel van, ik wil toch ondernemen. Na alles wil ik gewoon dingen om handen hebben, weet je wel. Ik ben iemand die niet stil kan zitten. Dus uiteindelijk een kledinglijn gestart voor jongens en mannen. Ook een redelijk succes. Ik heb het gewoon goed gedaan. Veel verkocht. Hoe heet dat merk? By Chess. By Chess. By Chess. Ja,
Ik heb volgens mij ooit een interview van jou gezien. Volgens mij was het begonnen met kinderkleding, of niet? Klopt, kinderkleding, ja. Ja, daar heb ik het gezien, ja. Klopt. Dus dat heb ik nog steeds, hoor. Ik ga nu wel kijken naar een nieuwe collectie. Maar goed, nu is corona, dus ik wacht eventjes tot alles weer open gaat. Maar eigenlijk ben ik zodoende erin gerold in het ondernemen. En dat haalt me nu lekker van de straat. Nice, maar dat is goed, hè? Is goed ja, om te moet, zien. moet. Ik had je ook heel anders nu kunnen zien hier, snap je? Ik snap je. En ik zie dat het goed gaat. Ik ga niks zeggen, maar ik zie dat het goed gaat. Ik mag niet klagen. Ik mag niet klagen, bro. Ik doe mijn best. Ja. Ja, zeker, zeker. Maar laten we eventjes teruggaan naar die opmerkelijke voetbalcarrière van jou. Ik noem het opmerkelijk omdat als ik denk aan hoe ik jou heb leren kennen, zeg maar, op tv, et cetera. Dat was in de Jupiler League. Klopt. En ik heb het gisteren nog eventjes opgezocht, want ik wilde het zeker weten. Maar je hebt 7 jaar in de Jupiler League gespeeld. Ja, prima. Bro, hoe heb je dat in godsnaam volgehouden? Ja, dat is een met alle respect voor de keukenkampioen. Nee, absoluut. Maar je snapt wat ik bedoel. Ik voel je, weet je, voel na je 22e is het meestal van, hé, wat gaan we doen? Snap je? 7 jaar, bro. 7 jaar is lang, hè? Ik ga eerlijk zeggen, bro, ik wilde geen eens profvoetballer worden. Ik vond voetballen fantastisch. Ik had geen besef, ook in de jeugd niet, van gescout worden en dat soort dingen. Ik wou gewoon mijn goals maken, gewoon voetballen en that's it. Tot ik eigenlijk een jaartje bij Ajax gezeten. Mm-hmm. Ook daar weg ben ik zelf weggegaan eigenlijk. En toen kwam ik op mijn 17e, zat ik bij DCG. Zat ik in de A1. Ik draaide fantastische seizoenen daar. En toen mocht ik mee met het eerste. Het eerste speelde toen hoofdklasse. Nou, dat was hoogste van amateurs. Hoe oud was je toen? Ik was 17 en ik was een stuk kleiner dan nu. Ik ben nog steeds niet groot, maar ik was 1,55 meter of zo. En die trainer, Ton Ooyers destijds, zei gewoon van, nou, je gaat starten in de basis. Ik denk, wow. Kijk om me heen, ik zie mannen met haar op hun benen, alles. Ik denk, drie kinderen. Ik zweer het je. Dus ik denk van, hoe gaan we dit doen? Maar goed, ik draaide als een malle uiteindelijk. Ik scoorde veel. En toen werd ik gescout door AZ. En eigenlijk is het daar begonnen. Dus bij AZ in de jeugd heb ik gevlamd. En toen moest ik daar weg. Vanwege weer Amsterdamse praktijken. Ik had jointjes ontdekt. Dus ik vond dat heerlijk. Ik denk, nou, lekker blootje voor de wedstrijd. Dus ik leefde helemaal in mijn eigen wereld. Je speelde ook niet goed. Je was niet fit. Ja. Dus ik was onprofessioneel, zeg maar. Maar ik was wel contractspeler. Dus ik ben toen onder contract gezet door AZ. Voor een jaar met optie van 2. Nou, optie werd niet gelicht. Ik kwam erachter van, hé, je bloot. Mm-hmm. Uiteindelijk ging ik naar Cambuur. En daar is het eigenlijk langzaam begonnen. Ook daar nog geen besef van eerste elftal, televisie, Jupiler League. Dus ook daar een beetje lopen, ja, een beetje lopen kloten eigenlijk. Andere stad. Ik woonde ook in Leeuwarden, dus mooie vrouwen. Je weet hoe dat gaat, je bent jong. Dus je gaat overal proeven en kijken en doen. Dus uiteindelijk pas na 3 jaar Cambuur, toen ik weer weg moest. Toen pas werd ik wakker, dacht ik van wacht eventjes, AZ moest ik weg. Cambuur moest ik weg. Ik heb wel daar mijn wedstrijdjes gespeeld. Ik wou net zeggen, je speelde alles daar, man. Ja, de laatste 2 jaar wel. Ja. Ik moest niet weg door mijn kwaliteiten, maar ik kwam gewoon een nieuwe trainer. En Wesseling. En die nam een rechtsbuiten mee van Haarlem. Hij kwam toen van Haarlem. Logisch, als je een speler hebt die goed is, neem je hem gewoon mee. Nou ja, en die moet spelen. Die moet spelen, dus ik was overbodig. Dus toen ging ik naar Veendam. Uiteindelijk tekende ik voor 3 jaar. Ik dacht, weet je wat, 3 jaar zekerheid. Ik had geen zin om weer club te moeten zoeken, weet je wel. Want op dat moment bij Cambuur, ik zag hem niet aankomen. Ik denk, nou, contract wordt wel verlengd. Mm-hmm. Wordt hij niet verlengd, ja, dan ben je in één keer werkloos. Je weet hoe dat gaat. Zit je thuis na te denken, zit je na te denken, wat gaan we doen? Hoofdpijn. En ik was vader geworden, ik had een kindje. Dat ook nog zo. Dus ik had verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En ik had geen waggie meer, toch? Dat was het ergste. Leaseauto inleveren, tankpas inleveren. Dus dat was allemaal luxe. En uiteindelijk ben je weer gewoon afhankelijk van openbaar vervoer. Weer terug naar je moeder, want ook je woning moet je inleveren. Ik had een woning van de club. Dus toen dacht ik, poeh, dit wil ik nooit meer. Dus toen kwam gelukkig voor mij kwam Veendam. Mm-hmm. Ik had een paar goede wedstrijden tegen zich gespeeld. Trainer Joop Gal heeft me toen gehaald. En toen zei ik, ik wil zeker uit 3 jaar lang wil ik deze hoofdpijn die ik nu heb gehad, wil ik niet meer. Goeie gast hoor. Heb ik hele goede gast. Meegemaakt in echt Oekraïne. Goede gast. Ja. Hij heeft mij eigenlijk gered hoor. Hij heeft mij echt laten inzien van Ruben, je bent zo goed jongen. Je kan echt de top halen, zei hij. Maar toen geloofde ik het ook niet. Ik denk, ik speel Jupiler League. Wat bedoel je top? Ik ben 2 keer weggestuurd. En waar heb je het over? Ik zeg, ik heb nu 3 jaar getekend. Ik heb 3 jaar rust. Ja. Voor de rest maak ik mijn hoofd niet moe. Dus ik woonde toen ook in Veendam. Kreeg een huis van de club. En daar eigenlijk kwam je even in eenzaamheid, weet je wel. Mijn vrouwtje was toen destijds in Amsterdam met de kleine. Mm-hmm. Je bent alleen. Wat kan je doen? Ik had dumbbells gehaald. Ik ging voor mezelf trainen. Ik ging hardlopen. Ik ging voor het eerst echt als prof leven. Omdat Joop Gaal zei, ga met de tijd die je hebt. Ga gewoon investeren in jezelf. Uiteindelijk 3 topjaren gaat daar. Ik zeg je echt topjaren. Ja. Elk jaar kon ik ook een stapje maken naar de eredivisie. Maar ik
vond het wel goed zo. Ik kon naar Volendam. Ja, Volendam was toen gepromoveerd. En die wilde me halen, Eredivisie. Maar ik was helemaal... het kunstgras was ik helemaal zat. Ja, ik snap. Ik kwam van Cambuur, daar heb ik ook op kunstgras gespeeld. Mm-hmm. Ik wilde niet op kunstgras en ik wilde geen degradatieploeg. Ik wist van mezelf, ik ben geen je speler. Je moet de bal hebben. Ik moet de bal hebben. Ik ben geen speler op de counter, alleen maar rennen. Ik ben wel snel, maar ik wil voetballen. Dus ik heb het toen niet gedaan. En pas in mijn derde jaar eigenlijk, was ook geluk hoor. Want ik had al, je gaat niet geloven, ik sta op het punt om een contract te tekenen. Mm-hmm. Dus was al klaar alles. Goed, stevig contract kreeg ik van Veendam. Ze waren gewoon blij. Ik was beste speler geworden van de hele competitie. Klopt, ja. Dus heel veel clubs wilden me hebben. Maar ik dacht, weet je wat, ook een beetje respect naar mijn werkgever. En ze kwamen echt met een, voor Jupiler League begrippen, gewoon een stevig contract. En je gaat niet geloven, ik ben thuis. Ik had een Vespa toen de tijd. Dus ik rijd op mijn Vespa richting hotel. Ja. Joop Gaal was daar, Jan Korte, technisch directeur. Iedereen was daar, de pers was aanwezig om mijn contract te tekenen. Met ook nog na je carrière kan je hier trainer worden. Dus het was echt, ik zat goed. Ze hadden me goed gezet. Je zou Mr. Veendam. Ik zou Mr. Veendam worden. Dat zeg ik je wel eerlijk. Dat zeg ik je wel eerlijk. Ik zou voor 4 jaar tekenen, geloof ik. En dan met optie van nog 3 jaar als is trainer. Is veel en niet lang. Ik wist ook, als ik teken, kom ik hier nooit meer weg. Ja, ja, ja. Eindstand ga ik daarheen, bro. Je zal niet geloven. Ik had 2 jaar met Manning Skolder gespeeld. Ik weet niet of je die kent. Ja, ken ik, grote Nederlandse spits. Die had zijn transfer naar Groningen gemaakt. Had volgens mij 25, 26 goals. Waarvan zeker 15 assists van mij. En je gelooft het niet. Ik loop echt letterlijk voor die deur om naar binnen te gaan. Mm-hmm. En mijn telefoon gaat af. Dus ik zag die mensen binnen al zitten. Dus ik loop terug. Ik ga om het hoek van het hotel staan. En ik zeg, hallo. Ja, met Marnix Ruben als goed. Ja, goed. Met jou goed. Ik zeg, bro, ik sta op het punt om naar binnen te gaan. Hij zegt, nee, zo. Ja, nee, hij zegt, nee, is even dringend. Hij zegt, ik heb net Mo Allah gesproken. Hij zegt, hij had toen net van Groningen de stap gemaakt naar VVV. Hij was verhuurd. Want bij Groningen kwam hij niet aan de bak een jaartje. Hij zegt, en Mo vroeg aan mij, ken je nog een goede rechtsbuiten? Amrabat had net zijn transfer naar PSV gemaakt. Had daar ook een topseizoen gedraaid. Ja, geweldig. Hij was echt niet normaal. Dus ze zochten een rechtsbuiten. Dus ik zeg van, ja, ik sta op het punt om nu te tekenen. Hij zegt, niet tekenen, wacht nou eventjes. Mo gaat je nu bellen. Dus hij hangt op. Dus ik blijf om de hoek staan. Hè. Op een gegeven moment, na 2 minuten, gaat mijn telefoon. Mo Allah, hij zegt, Ruben, alles goed, dit, dat. Ja, ja, ja. Hij zegt, je hebt nog niet getekend, toch? Ik zeg, nee, maar ik sta op het punt. Hij zegt, nou ja, we willen je hebben, VVV. Ik ga er niet omheen winden. Er staat een stevig contract voor je klaar. Je bent beste speler geworden. We volgen je al een tijdje. En je bent de ideale opvolger voor Noordin. Dus ik zeg, is goed. Ik zeg maar, ik zeg even slikken. Ik zeg, ze zitten binnen te wachten. Ze wachten op me. Ze wachten op me. Dus eindstand, hij zegt, luister, denk erover na. Ik zeg, ik heb geen tijd om erover na te denken. Ik moet naar binnen nu. Hij zegt, weet je wat we doen? Hij zegt, bel je zaakwaarnemer. Hij zei, dan gaan wij morgen zitten, hotel Breukelen, gaan we het gelijk rondmaken. Dus opgehangen, ik bel mijn vrouwtje op, mijn ex-vrouw nu. Mm-hmm. Ik leg haar uit, ik bel mijn moeder, ik leg haar uit. Ze zegt, kies gewoon voor jezelf. Je hebt hier mooie jaren gehad. Dit had zo moeten zijn. Je wil net naar binnen gaan. Je hebt altijd netjes opgesteld. Ja, dat sowieso. Dat sowieso. Dus, en ik zeg ook, het had zo moeten zijn. Als hij 5 minuten later had gebeld, had ik al getekend. Dus dat is ook weer een klein beetje geluk van alle pech die ik daarvoor had gehad. Dus ik ga naar binnen. Nou ja, je raadt het al. Joop Gaal was als een vader voor me. Hij haalde me thuis op. Gingen we naar Groningen wedstrijden checken. Toen liet hij me al zien van Koen van der Laak speelde rechts buiten. Ja. Met alle respect zei hij van goede speler. Maar hij zegt, Ruben, jij bent een echte klassieke buitenspeler. Hier kan jij makkelijk spelen. Dus op een gegeven moment begon ik hem te geloven toch. We gingen vaak Gimma's checken. Dacht ik, ja, nu zou ik gaan. Maar van der Laak haalde die balletjes eruit. Was een andere type ook. Mm-hmm. Hij was meer een spits. Dus ik begon erin te geloven. Uiteindelijk, ik naar binnen. Ik zeg, trainer, ik zeg, luister, ik zeg, ik moet toch nog even over nadenken. Dit, dat, met mijn familie, dit, dat. Maar Joop is niet achterlijk. Hij zegt, jij gaat weg, hè. Ik zeg, nee. Je bent gebeld. Ik zeg, nee, dat niet, maar geef me nog even de tijd. Weet je waarom? Ik wist ook niet wat VVV zou bieden. Ik kan wel zeggen, stevig contract. Maar daar stond echt iets fantastisch op me te wachten. Mm-hmm. Ook voor langere perioden. Ja. En van VVV stukje zou zekerheid. Wel, stukje zekerheid. Van VVV, tuurlijk, verdien je daar meer. Dus Eredivisie. Mm-hmm. Of nee, Jok, VVV was gedegradeerd. Hè. Ja, was, je bent kampioen geworden met hun. Was Jupiler League. Maar wel top Jupiler League. Dus eindstand ging ik naar Breukelen. Dag daarna met mijn zaakwaarnemer. Nou, binnen 1 klap waren we rond. Mo had zijn woord gehouden. Goed contract, 2 jaar. Dus na tekenen daar belde ik gelijk Joop op. Ik zeg, trainer, ik heb getekend bij VVV. Mm-hmm. Hij zegt, ik wist het. Ik wist het. Maar hij was echt sportief. Hij zegt, ik gun het je van harte, Ruben. Hij zegt, het zou voor ons echt... wij zouden blij zijn natuurlijk als we je hadden gehouden. Maar we wisten gewoon, je was niet te houden. Je hebt topseizoenen gedraaid.
Dus hij gunde me het ook nog, echt fantastisch. Dus daarna heb ik hem ook vaak kaarten gegeven, hoor. Ja. Hij kwam vaak bij VVV kwam hij kijken en we speelden natuurlijk ook tegen hem. En later bij Feyenoord ook. En ik was goed met zijn kinderen, dus die kwamen ook. Dus we hadden echt een goede band. Dus uiteindelijk via die weg eigenlijk naar VVV. En daar, ik zeg eerlijk, was de beste stap die ik heb genomen. Ja, want daar... We hebben kampioenen, we hebben gesloopt. We hadden ook een wereldteam, hoor. Voor Jupiler League begrepen. Ja, want ik weet nou niet... Honda was er niet bij Honda in de Jupiler League, toch? Wel? Honda, Honda was Cappy, toch? Ja. Ik dacht pas in de Eredivisie, man. Nee, man, Honda was Cappy. Die man kon geen woord Nederlands, maar hij was gewoon aanvoerder. Ja, wereldspeler, echt. Adil Awassar ook, Awassar zat er. Ik heb met zijn broertje samengespeeld, Mo. Oh ja, die zat ook bij Dordrecht, hè? Ja. Klopt. Met Adil heb ik ook een paar keer meegetraind, maar dan heb ik het over 15 jaar geleden. Hij zat al bij het eerste. Klopt, ik zat in klopt. De hij kwam van Dordrecht soms naar VVV. Deed ik mee met het tweede, snap je? Ja. Maar jullie hadden een gruwelijk team. Ja, niet normaal. We werden maart of zo, maart, april werden we al kampioen. Ja. 7-6 wedstrijden voor het einde. Hadden we een voorsprong van 15 punten, geloof ik. En daar leerde ik echt kennis maken met jou. Want... Met alle respect, kijk, de Jupiler League of Keukenkampioen Divisie, hoe je het wil noemen. Je gaat dat niet altijd kijken. Nee, maar nee. Je hoort dingen, hè, van, er loopt er rechts buiten daar, hij loopt niet erin. Kauw, man. Ik dacht van, weet je wat? Laat me gewoon kijken. Want ik ga met een linksback mind naar die wedstrijd kijken. Dus van, zou die man me slopen? En ik keek naar die wedstrijd, ik dacht van, ja, man, ik denk het wel. Want je had die kracht had je. Ja, ik was sterk. Snelheid was sterk. Had je. Maar je had ook die voorzet. Ja. Alle ballen kwamen aan. Getraind, geïnvesteerd met Joop. Ja? Joop zei tegen mij van, train die voorzet nou. Ik had echt een slechte voorzet bij Cambuur, moet ik eerlijk zeggen. Ik investeerde er ook niet in. Ik vond het wel best. De ene keer komt hij aan, de andere keer niet. Jammer. Maar ik genoot meer van de snelheid, weet je. De acties. Ja. En op een gegeven moment leerde hij me leren van, je moet rendement hebben. Mm-hmm. Dus dan pakte hij statistieken en zegt, kijk hier. Ik speelde toen in, wie waren mijn echte concurrenten toen? Dries Mertens, Chatli van AGOVV. Hij zegt, kijk eens naar die cijfers in de VI. Dus hij kwam met de VI naar me toe. Zag je Chatli 8 assist, die 3 assist, 7 assist en bij mij zag je 2 assist. Hij zegt, we hebben 15 wedstrijden gespeeld, 2 assist. En hij had me geprikkeld ook, hè. Ik denk, hij heeft gelijk. Je gaat het toch wel soort van voelen. Je hè? Gaat het voelen, ik toch? Doe te ik weinig, denk, man. Ik denk, ik doe het toch goed. Iedereen heeft het over me, maar rendement was te laag. En scoren was sowieso niet mijn ding. Ik scoorde regelmatig, maar 6, 7 goals per seizoen. Ja. Dan mocht ik echt blij zijn. Maar ik kwam ook nooit naar binnen. Ik hield van die zijlijn. Maar je ging er ook altijd langs, hè? Ja, daarom. Dat was mijn comfortzone. Je ging er altijd voorbij. Maakt niet uit of ik was eerste meters heel snel, toch? Ja. Dat was mijn geluk. En uiteindelijk ging ik aan mijn rendement werken. Heel veel voorzetten geven. Op Marnix ook kolder. Mm-hmm. Afspraken maken ook. En toen zag ik van, het begon te werken. Uiteindelijk werd ik assistenkoning met volgens mij 16 assists of zo. Wow. Dus ik had al die gasten ingehaald. Goals viel het wel mee. Had ik volgens mij 6 assists. Maar ik was bijna bij alle goals van ons betrokken. Mm. En het spel, ik moet eerlijk zeggen, Joop was ook wel... Het spel was ook op mij gebaseerd. Als een speler de bal had en hij gaf hem niet, werd hij helemaal gek. Speel nu bij nou in, want hij wist gewoon, er ging geeft wat je gebeuren. Ook power, hè? Ja, dat was lekker. Dat ik was ben echt die lekker. Man hier. Juist, snap je? Ja, dat moet je hebben, toch? Ja. En je betaalde ook uit. Als je een assist gaf, renden ze ook gelijk naar je toe. Dus het was ook wel een lekker gevoel. Ja. Dus ik zat in een warm nest daar, ik zeg je eerlijk. Het heeft me wel echt gebracht waar ik moest zijn, laat me het zo zeggen. Die 7 jaar Jupiler League had ik moeten, je had het moeten meemaken. Anders had ik Feyenoord niet gehaald. Ik heb daar alles geleerd, jongen. Ja, want je bent in het eerste jaar ben je gelijk kampioen geworden, toch? Eerste jaar direct kampioen, tweede jaar... Maar kon je na dat kampioensjaar niet weg? Ik had dat gedaan waarschijnlijk. Ik kon weg. Want ik denk van, in elk contract staat meestal als je promoveert, dan salaris verdubbelt meestal of wat dan ook. Ja. Maar je zou bijvoorbeeld bij een Groningen of een misschien NAC destijds meer kunnen verdienen. Ja, maar weet je wat zo lastig was? Precies wat je zegt, 7 jaar Jupiler League. En één goed seizoen in de Jupiler League. Dus topseizoen met een kampioensploeg. Mm-hmm. Dus clubs gingen twijfelen. Er werden heel veel gebeld hoor. Ook Groningen, Utrecht, al die clubs belden wel om te informeren. Maar je gaat Ruben Schaken niet halen als VVV gaat zeggen, we willen zoveel geld. Ja, ik was niet transfervrij, ik was mijn pech, snap je? Ja. Denkt van, hij is nog geen zekerheid. Ja. En Eredivisie, leuk dat je Jupiler League, je hebt heel veel spelers hè, Jupiler League spelers. Ze zijn typische Jupiler League. Ze maken een uitstapje naar de Eredivisie. En uiteindelijk zie je gewoon van, ze redden het niet. Maar je hebt dan wel geïnvesteerd in die speler. Ja. Dus bij mij was het nog even kijken of die Schaken ook in de Eredivisie gaat. Het wat tactischer, moet je wat slimmer zijn. Of die dat ook aan kan, snap je? Ja. En ik zeg je heel eerlijk, het was mijn droom op een gegeven moment. Door Joop. Joop zegt, Eredivisie, dat is jouw competitie. Daar kan jij makkelijk spelen. Hij zegt, als je Jupiler League aan kan met 1-1, rugdekking constant... Eredivisie speel je veel 1-1, hè? Heel veel ruimte. Heel veel ruimte. Heel veel ruimte achter die back ook, hè? Niet normaal. Ik haatte dat.
Dat was, hey, ja. Ik zeg je eerlijk, bro. In de Jupiler League hadden we dat niet, hè? Ja, je scoort, alles scoort op alles elkaar, is compact. Kijk, ja. Met Veendam had ik wel het geluk dat... Wij waren een laagvlieger. We eindigden 11e, 12e. Als we 8e eindigden, was het een succes voor Veendam. Ja, snap je? Dan ben je play-offs. Ja, je weet wat ik bedoel, toch? Dus dat betekent dat die ploegen komen met nul respect naar VVV. Ja. Of naar Veendam. Dus wat krijg je? Ze gaan alleen maar aanvallen. De Volendam, al die ploegen die bovenin meededen, spelen hoog. Als wij de bal afpakten... Ja. En ze gaven hem crossbal. Alleen maar stond ik op een eiland 1-1. Ja, zoveel ruimte. Dus heerlijk, dat ging goed. He? Maar toen ging ik dus Eredivisie spelen. Ik zeg je eerlijk, bro. De eerste 5 wedstrijden. Ja. Hey, ik denk, ik ga kapot maken hier. Ik zweer. Ik echt. Bro, ik keek om me heen. Mijn allereerste wedstrijd was PSV. Stond ik tegen Salcido. Jullie speelden gelijk toen. We speelden gelijk. Toch? Ja. Ik maakte de gelijkmaker toen. Maar in de catacombe, het was een droom voor mij. Dus ik was kleine jongen, echt. Ja. We gingen filmen, was toen nog niet zo met Instagram. Maar ik ging gewoon filmen van zo. Het eerste Philips Stadion. Het was anders dan Telstar uit en dat Fortuna soort dingen. Fortuna uit en die dingen, juist. Ja. Volle bak, dus wij filmen, pap. IJsland speelde een goede wedstrijd. En ik kende die boys ook van PSV. Ja. Amrabat zat daar toen. Afellay. Misschien met hen ook een beetje ouwehoeren tijdens de wedstrijd. Maar eerst helft werden we helemaal weggespeeld. En pas tweede helft, ik weet niet wat Honda had. Honda had het op zijn heupen. En door hem ging iedereen begon te draaien. Dus we speelden gelijk die wedstrijd. En na de wedstrijd zei ik tegen Ahmed Ayawi uit Amsterdam. Ja, ik hem. Ken ik ook. Ja. Hele goede voetballer, onderschatte voetballer. Dus ik zeg, bro, ik zeg, als dit Eredivisie is, dan ga ik echt stuk maken elke week. Want ik stond op Salcido en ik keek in die line-up. Ik keek naar zijn rug door zijn shirt. Ja. En ik was toen nog niet zo stabiel, toch? Ik moest die krachttraining jaren moesten nog komen. Ik deed wel wat, maar nog niet heel veel. Ja. En die gasten waren allemaal dit, jongens. Ja, hij was echt geblokt. Hij was echt geblokt. Ja. Dus ik wist al voor die wedstrijd, met deze man moet ik niet in duel komen. Alles ruim passeren. Dus hij had een lastige avond. Ik zeg eerlijk, hij had echt een lastige avond. Of middag was het. Uiteindelijk 3-3 gespeeld. En toen eerste 5 wedstrijden, jongen. Echt alleen maar gaan. Dus iedereen had het ook over me in het begin. Van zo'n goede speler, dreigend. En niemand kende me nog, ja, van de Jupiler League. Klopt, ja. Dus nu kon je op het grote podium kon je het laten zien. En uiteindelijk liep dat lekker. En uiteindelijk gingen zelfs ploegen rekening met me houden. Dus op een gegeven moment zag ik van, hey, rugdekking gewoon. Je hoort het ook bij Studio Sport, et cetera. Van, die schaken daar aan de zijkant. Die passeert iedereen, man. Weet je? Elke keer rugdekking, bro. Ja. Dus ik had even een mindere fase van, denk ik, 7-8 wedstrijden. Want ik bleef forceren. Ik had een speelstijl en ik keek niet achter de verdediging. Ik ging gewoon en dan kwam er weer eentje. Constant geblokt of weinig voorzetten gegeven. Ja. Dus daar ging ik ook mee aan de slag, weet je. Ik ging die gimmas terugkijken, analyseren. En toen leerde ik pas geduld te hebben, weet je. Ik was gretig, ik wou elke keer gaan. Mm-hmm. Maar soms moet je gewoon rondspelen. Pas als die crossbal komt en die ploeg kan niet kantelen. Neem je even mee de diepte in. Dat is geduld, toch? Ja, maar je bent back geweest, toch? Ja. Dus je weet hoe dat gaat. Als jij goed staat, moet ik niet gaan. Haal hem gewoon eruit, betekent ze staan goed. Maar het moment dat ze tik, tik, tik en cross overslaan. Ik haatte die bal als die bal over me heen ging. Ja, hey, die... Dus ik check zo. Ik haatte dat. Ik vooral als die rechtsbuiten snel was. Dat, want je hebt geen seconde om na te denken. Hij is al weg dan, hè? Hij is gelijk weg. En hij is dan al richting het doel. Rugdekking is er ook niet. Dus dan kan je hem neerhalen, rode kaart. Ja, dat is het. Of meelopen en hij scoort en dan sta je voor lul. Dus je kan nooit winnen. Je kan niet winnen, dat is het. En dat werd later mijn speelstijl, zeg maar. En toen, einde van het seizoen, kwam Feyenoord dus... Kwamen er ook andere clubs? Ja, buitenlandse clubs. Ik kon echt goed geld pakken ook, hoor. Ik had echt heel veel aanbiedingen toen. Maar dan kies je toch eigenlijk weer voor de... safe way, om maar zo te zeggen. Ja, maar ik had een droom, bro. Ik had zoiets van, oké, dat smaakte naar meer. Toen ik bij VVV zat, je speelt ook af en toe wedstrijd. Bij VVV toen, Eredivisie, af en toe raakte je gewoon 15 ballen per wedstrijd. Mm. Als je Ajax uitging, ja, tik, tik, tik. Je zit gewoon een grote rondo. Ja, met Suarez. Suarez scoorde 4 keer, 6-0 verloren. En ik keek naar die Gimma. Ik had 10 balcontacten in die hele wedstrijd. Geen één keer actie kunnen maken, want het ging te snel ook. Ja. Snap je? Je actie was gewoon een andere koek. Klopt. En toen dacht ik, poef, maar ik genoot van hun. Ik keek naar hun buitenspelers. Ik denk, wow. Je was gewoon een wedstrijd aan het kijken. Soort ik van. Zweer het je. Maar ik dacht, als ik nu bij hun... Maar ik was een dromer ook. Ja. Als ik nu bij hun zou zitten. Ik weet wat ik met die back zou doen. Dus bij Ajax gaat het koud nog sneller. Koud maken, ja. Ik zag Vertonghen de hele dag crossen. Gewoon boef. Dus ik denk, joh, als ik in de top van Nederland zit, volgens mij ga ik dan nog meer slopen. Dat was mijn gedachte. Dus toen kwamen er heel veel clubs. Uiteindelijk was ik bijna rond met Cannes, Frankrijk. Ja. Echt een topaanbieding. En toen kwam Feyenoord, werd ik gebeld door Mario Been. Ik woonde samen met Awassar en speelde samen bij VVV. Hadden allebei een topseizoen. En mijn vrouwtje woonde toen in Lelystad. Ik had daar een huis gekocht, dus ik was ook veel in met Awassar trainen. We waren echt serieus, zeg maar. Weet je? We kookten voor elkaar. En alsof het zo moet zijn, bro. Mario Been belt me en zegt,
Zou je het leuk vinden, Feyenoord? Ik had tegen Feyenoord stuk gemaakt in de Kuip. Echt, ik stond wie was toen linksback? Van Bronckhorst. En hij was in zijn laatste jaren, zeg maar. Ik ben fan van hem, hoor. Topvoetballer, met alle respect. Hè. Alleen, hij kon het niet meer belopen natuurlijk. ik was nog jong en fris. En ik had ook zoiets van, als je tegen grote namen vlamt, dat was toen mijn ding, dan wordt er over je gesproken en dan zien ze ook hoe goed je bent. Dus ik wou ook die erkenning. Dus die wedstrijd wist Mario B. nog. Dus die wedstrijd heb ik goed gespeeld. Dus hij zegt, we willen je halen. Gaan volgende week zitten. Dit, dat, dat. Ik zeg, oké, top. En toen zei hij van, trouwens, gisteren met je maatje gesproken. Awasar, die komt ook. Ik zeg, meen je niet? Maak je was blij, ik hè? Ik was blij voor hem, tuurlijk. Hij zegt, ja, we hebben gisteren gezeten. Maar hij had mij niks gezegd, hè? Maar dus, hij wist wel dat ze ook met jou zouden... Oké. Ik was altijd zo, als je nog niet rond bent, gaan niet veel mensen zeggen. Je weet, wedstrijd Surinamers. Mm-hmm. Dus boze ogen. Ja. Ik was bang voor alles. Beetje dus, blauw zetten. Ja toch. Je weet hoe dat werkt. Dus ik vertelde nooit dingen. Alleen mijn moeder en mijn vrouwtje toen de tijd. Dus ik kwam thuis in Venlo. Dus ik zeg, zaten aan de eettafel, we hadden gekookt. Ik zeg, bro, wat gaan we doen volgend seizoen? Dat was ongeveer maart al, hè? Hij zegt, ja, ik weet ook nog niet, man, broer. Ik zeg, ik ben ook aan het kijken. Hij ging het vervelen voor me. Ik zeg, bij elke klootzak. Ik zeg, je gaat naar Feyenoord, hè? Dus hij schrok. Hij zegt, hoe weet je dat? Hij zegt, denk dat je alleen gaat. Ik ga ook. Dus we waren blij, jongen, echt waar. Nice, man. We hebben gelijk een club gepakt die dag. Gelijk naar club 4, we hebben het gevierd. En daarna was gelijk weer die focus. En we hebben gewoon het seizoen mooi afgemaakt. Jullie zijn erin gebleven. We zijn erin makkelijk ook. 11e of 12e, zoiets. Makkelijk, we waren nooit in de problemen gekomen. We waren heel vroeg al veilig. Hmm. Dus dat was wel echt, echt top. En Honda, we verloren Honda in de winterstop, hè. Ja. Want hij was de hele man van ons. Hij maakte het spel, hij was fantastisch. Maar hij lanceerde mij ook. Als ik naar hem keek, wist ik al van lopen. Goeie trap. Alles was top. Overzicht. Het klopte gewoon. Alles. Positioneel altijd goed. Altijd goed. Supersterk. En doorslaggevend op de juiste momenten. Ja. Hij was een rendement, jongen. Snap je? Wereldspeler, echt. Hij ging toen naar Moskou, dus iedereen zei, VVV gaat nu helemaal in kakken. Mm-hmm. Maar uiteindelijk hebben we het gered, makkelijk ook. Ook zonder hem. Zonder hem gingen we soms wel beter spelen, want ons spel was echt op hem. En wat deden tegenstanders? 1-1 op Honda, paaslijn naar hem, altijd eruit halen. Ja. Dan heb je gewoon één guy die hem volgt. Zelfs als hij naar de wc gaat, juist, moet je mee. Ze moesten hem volgen, dus hij had er best wel moeite mee. Mm. Hij had die vrijheid niet meer. Dus uiteindelijk makkelijk erin gebleven ook. En toen kwam het nieuwe hoofdstuk Feyenoord, man. Daar... kwam eigenlijk voor mij de droom uit. En wat ik eerste jaar niet. Ik moest wennen aan het tempo, aan het niveau. Maar Is die stap echt... Want ik heb nooit op dat niveau gespeeld dan. En ik vraag me altijd af van... Hoe groot is die stap nou echt? Los van de wedstrijden in de Kuip. Ik snap dat. Meer publiek, meer druk. Je wordt overal herkend. Juist. Meer money. Dus klopt. Er komen meer mensen op je af. Maar ik vraag me af op de training. Hoe zwaar is het daar? Je gaat dood. Ja? Je gaat dood. Voorbereiding, echt waar. Als ik Oslo kwam, gelijk laag. Slapen. Serieus? Slapen, ja. Je traint voor het eerst ging met hartslag, maar je kan geen verstandig spelen, broer. Je herstelt, alles wordt gemeten. Dus je kan niet zeggen van, mijn conditie is wel goed. Ja. Hij ziet gewoon van, hey, jij moet extra werken. En als hij ziet van, je cijfers kloppen niet. Ja, dan ga je extra trainingen doen. Dan kom je eerder dan de rest. Ga je hardlopen, extra krachtprogramma. Ik moest ook sterker worden. Mm-hmm. En ik ging ook zelf heel veel investeren. Want ik merkte gewoon van, de Leroy Vers, Wijnaldums. Die mannen waren allemaal super stabiel. Ja, goed dat je dat zegt, want heel toevallig hoor. Ik was ergens in 2011 of zoiets, was ik naar een training gegaan, want ik ken Genie toevallig. Kenden we elkaar goed. Ja. En ik was met mijn broertje daar naartoe gegaan. En ik vroeg hem gewoon heel toevallig, want je was nieuw. Ik zei van, hoe is die schaak eigenlijk? Hij zei me van, hey, die man is gruwelijk, man. Die man is gruwelijk. En toen wist ik al van, oké, dus deze man is niet zomaar, ook niet hier dus. Nee. Kijk, weet je wanneer je merkt dat ze wel onder de indruk van je zijn? Mm-hmm. Op de trainingen, als je veel ballen krijgt. Ja. Dus als ze je overslaan, doet pijn. Ik ben een paar keer overgeslagen. Nee, bro, dat hoort erbij. Ja. Kijk, voetballen zijn ook niet dom. Als je drie keer balverlies hebt, krijg je hem gewoon niet meer. En helemaal in de top, hè. Ook met positiespelen, weet je. Als je in een team zit en je wint en je draait en je bent onderdeel. Voor mij waren dat bevestigingen van, hey, ik kan wel mee. Snap je? Want je kan wel die stap maken, maar kan je het aan? Dat zie je pas in de praktijk. Dus ik merkte het eerste jaar had ik heel veel moeite, hoor, moet ik je eerlijk zeggen. Ik had echt moeite. Positiespel ging snel, bro. Ja, is anders, hè? Andere koek. En ik ben al geen middenvelder. Als je middenvelder bent, zie je dingen wat sneller. Als buitenspeler, ik heb de lijn in mijn rug, dus daar komt nooit iemand. Ja. Maar zodra ik bij Feyenoord naar binnen ging, maar ook hoe ze omschakelen, weet je, daar merkte ik van, voetbal is echt werk. En de druk, was het voor jou ook? Ja. Ook dus de Kuip, want ze zeggen, ja, Kuipvrees, dit, dat. Ja, bro. Ik wil niet zeggen of je Kuipvrees had, maar... Ja. Als je dat stadion instapte tijdens een wedstrijd, het is bomvol en die supporters zijn
Zag gek in de goede zin. Ja, ja, gek in de goede niet zin. Niet aan een club komen, je moet gewoon plannen. Ja, het zijn die mensen die werken in de haven. En ik ben een Rotterdammer, ik weet, ja, ik weet hoe weet die mensen hoe daar werkt. Zijn. Ja. Absoluut. Hoe moeilijk was het voor jou elke keer als je aan een wedstrijd begon en je zat niet lekker in je vel bijvoorbeeld? Ik ga je zeggen, ik begon al op min 10, hè. Want ik zat bij VVV, mm-hmm. einde van het seizoen, ergens in april. Nee, ergens mei, na het seizoen, competitie was klaar, hadden we nog 2 oefenwedstrijden. Maar mm-hmm. ik had al getekend. Dus ik tekende voor 2 jaar. Hadden we oefenwedstrijd in die oefenwedstrijd, de laatste oefenwedstrijd. Dus ik werd de hele tijd geschopt tegen mm-hmm. amateurs. We wonnen met 12-0 of zo. Ik had 4 keer geprikt. Maar ik werd constant gezaagd. Dus ik zeg tegen die scheids, laat ze normaal doen. Ik dacht ook aan mijn benen, weet je, ik ga naar Feyenoord. Constant jappen. En 1 jongen, ik weet niet wat er was, had een paar vrienden. Je weet hoe dat gaat. Maar mm-hmm. Matties aan de zijkant. Ja, schop die schaken. Ik versnel hem. Ik ga 1-1 op de keeper. En ik voel gewoon op mijn hamstring, voel ik die man zijn noppen gewoon. Eh? Dus gewoon in de lucht pak hij me gewoon van achteren. Dus ik viel en het was optelsom. Ik draai om, ik haal hem gelijk uit. Boom. Hij valt neer, bam. En ik liep gelijk ook naar binnen. Ik wist al rode kaart, ik zag die kaart niet eens. Ik liep naar binnen, ik deed mijn shirt uit, ik ging douchen. Yeah. Ik weet je wat, dan gaan we het hoofdstuk maar zo afsluiten bij VVV. Dus ik zit binnen en die teamleider komt. En hij zegt, niet zo slim. Hè. Ik zeg, nee, weet ik, maar ik heb hem gewaarschuwd, dit, dat. Kijk hoe die kwam. Hij zegt, nee, je hebt alle gelijk. Maar hij zegt, weet wel dat deze schorsing die je nu gaat krijgen, dat hij meegaat naar het nieuwe seizoen. Dus besef, hè, Feyenoord, eerste 2 wedstrijden, geschorst. Ja, dan begin je al op, ja. Je Mario Been belt me gelijk toen het op VI stond, VI.nl. Ruben Schaken, overstap naar Feyenoord, eerste 2 competitiewedstrijden, niet erbij. Nou, de pers van, hè? Tuurlijk. Maar ik voelde hem, want ja, je wilt indruk maken, je mm-hmm. bent nieuw. Plus, je hele voorbereiding die je doet om in de basis te knokken, je weet gewoon, de eerste 2 speel ik niet. Hmm. Dus die deed pijn. Dus hij belde me op van, ja, wat doe je nou? Ik zeg, ja, dit en dit is gebeurd. Hij zegt, oké, jammer, het is niet anders. Hou je goed, maar niet zo slim. Vervolgens daarna, groot interview met VI. In de eerste editie in de voorbereiding. Nee, voor de voorbereiding, in de vakantieperiode. Ik ben Amsterdammer, geboren, getogen in Amsterdam. Oud Ajaxiet, dus interviewtje. Ja, Ruben, als Amsterdammer in de Kuip, hoe vind je dat? Ik zeg, nou ja, ik zeg, toen de tijd was, ik heb voor Ajax gespeeld. Ik was ballenjongen toen Ajax de Champions League won met Kluivert. Wow. Dus ik had heel veel affiniteit met Ajax. Dus ik heel met mijn domme kop gewoon zeggen van, nou ja, Ajax, mooie club, dit, dat. Maar ik ben trots dat ik voor Feyenoord mag spelen, anders had ik hier niet getekend. Yeah. Maar goed, dat viel helemaal in. Kan niet daar, bro. Je weet het, hè? Kan niet. Kan niet. Ik had nog geen besef hoe groot die rivaliteit was. Dus meestal maar van 1 kant uit, hè? Van 1 kant, van Feyenoord naar Ajax. Ja. En nu ik er heb gezeten en gespeeld, klassiekers heb gespeeld, ik snap het, snap je? Maar toen nog niet. Dus je raadt het al, hè, op de forum van Feyenoord, ik keek mm-hmm. die dingen nooit, maar iedereen die me kent stuurde dingen door van, die hoeven we niet, kut Amsterdammer, dit, dat. En dat besef, dus je bent 2 wedstrijden geschorst. En dat ook nog En eens. Ook nog zo'n interview gegeven, dus ik moest echt hard vechten om het legioen voor me te winnen. Het eerste jaar, alleen maar uitgefloten. Alleen maar. Dus 2 wedstrijden geschorst. Ik kreeg gelijk mijn basisplek. 3e wedstrijd. Geen goal, geen assist. Tot en met wedstrijd 15. Wow. Toen werd ik eraf gehaald. Geduld was op natuurlijk. Ja. Topclub. Als aanvaller. Je moet iets doen. Meteen eigenlijk al. Ja. Eigenlijk direct. Ja. Maar ze dachten, oké, misschien heb je tijd nodig. Van VVV gekomen. Nieuw speelstijl. Het liep niet voor geen meter. En het ging ook in mijn kop zitten. Elke keer dat gefluit. Doet pijn, bro. Je kan me niet verslaan. Het doet pijn. En het zijn 40.000, 50.000 mannen. Ja. Dus het lawaai is echt hard. Maar op een gegeven moment voor in de warming-up al. Als je aan de zijkant loopt, toch? Shit, man. Schaken eraf, joh. Ga zitten, joh. Yeah. Die kan er niks van. Ah, ka dit, ka dat. Ja. Dat zit al in je hoofd, hè. Je moet nog beginnen. Dus uiteindelijk raakte ik ook nog zwaar geblesseerd. Ja, je knie, hè? Dus ik had 11 wedstrijden gespeeld. 0 goals, 0 assists. Seizoen was over, geblesseerd. Ik had weer een rode kaart gepakt. Ik moest elke maandag met 2e mee. Moest ik Heracles uit, geloof ik. Op de maandag, hè? Op de maandag. Maandagavond in de kou. Maakt niet uit of het zomer is. Het is gewoon koud. Bro, Feyenoord had weinig spelers toen de tijd. Dus we deden het heel veel met jeugdspelers. Dus je speelt met aanvulling van A1. Mm-hmm. Ga je naar Heracles als grote club Feyenoord. Sta je in de eerste helft met 5-0 achter. Dus ik zit naast Adil. Adil had ook geen basisplek. Ik zeg, bro, dit ga ik niet trekken. Maar tweede helft ga ik rood pakken. Ben ik voorlopig van de maandagavond af. Yeah. Laat mij maar trainen. Ik vond het wel goed. Dus tweede helft, precies, mooie bal in de hoek. Je weet, als bek, dieptebal, die bek heb hem gelezen. Yeah, die bal rolt richting de cornervlag. Hij wil hem soort van afschermen binnenhouden. Je springt er gewoon in. Ik vlieg er gewoon in, voet rood. Ik ga naar binnen, rode kaart. Ik kreeg 4 wedstrijden. En, nee, 5 wedstrijden kreeg ik. En bij wedstrijd 5 was ik klaar van mijn schorsing. En toen kreeg ik knieblessure.
moest ik geopereerd worden, dus heel seizoen was klaar. Nou ja, uiteindelijk werd Been ontslagen, we werden tiende. Super slecht seizoen voor Feyenoord. Koeman kwam en ik raakte weer fit. En toen zei hij van, je krijgt de voorbereiding de kans, anders ga je op de transferlijst. Ook nieuwe TD, Martin van Geel. Ja, hij zei, verandering eigenlijk. Hele verandering, dus ik moest echt vechten. Dus voorbereiding ging lekker, moet ik je eerlijk zeggen. Ik was gewoon bankzitter, ik mocht altijd een helftje spelen. Competitie begon, mocht ik altijd invallen voor Cissé. Cissé was destijds mijn concurrent. En uiteindelijk, wedstrijd 4 geloof ik, viel ik in. Gaf ik een assist, eigenlijk scoorde ik, maar Guillaume Fernandes gaf het laatste setje, zeg maar, die bal rolde er al in. En vanaf toen eigenlijk basisspeler en toen nooit meer eruit. En pas na mijn eerste goal thuis, was ook pas in speelronde 7 of 8. Pas toen werd ik door het legioen ontvangen als, oké, je bent nu een van ons. Je begint eindelijk niveau te laten zien. En toen, tot mijn verbazing, zelf je naam werd gescandeerd. Ik zeg je eerlijk, dat gevoel, bro. Geweldig, dat ze, je eindelijk ontvangen, want ik had die knop al omgezet. Ik ben Amsterdammer, ik pas hier niet. Ze gaan me nooit accepteren. Maar ik ga wel voor mijn werkgever gewoon knallen. En uiteindelijk werd ik geaccepteerd. Want ook met foto's, hè, hoef je niet uit te leggen. Feyenoord is een grote club. Dus na de trainingen, voordat je binnen bent, duurt een half uur. Want iedereen wil foto's. Maar ik was altijd snel binnen, bro. 5 minuten was ik binnen. Of kleine jongetjes, of weet ik veel wat. Maar ook, je zag ook echt van, niet met hem. Want dat is die van die interview in Amsterdammer. Dus dat deed pijn, bro. Maar goed, ik ben Amsterdammer. Pas in mijn tweede seizoen dacht ik, weet je wat, fuck it, ik speel hier. Heel veel mensen dromen om hier te spelen, wat ze ook vinden. Gewoon knallen, gewoon vlammen. En uiteindelijk begon ik wel echt te draaien, voorzetten, alles kwam aan. Hele goede wedstrijden daar gespeeld, man. Ja. Ik heb het echt wel goed gedaan, uiteindelijk hoor. En ook Nederlands elftal, maar goed. Ja. Ik moet zeggen, doordat ze je naam gaan scanderen, op een gegeven moment, alles ging vanzelf. Ik kon niet wachten tot het zondag was. Ja. Want, om dat gevoel weer te krijgen, precies. Weet je wel, het werkte als doping. Dus uiteindelijk echt topjaren daar gehad ook. Ja, hoe was je eerste klassieker? Die je speelde op een goed niveau, laat me het zo zeggen. Dus dat je echt basisspeler was. Ik kan me dat even niet herinneren. Hoe was het gevoel? Gruwelijk. Het enige wat apart was is... Was het toen al publiek nog? Dat was het enige wat jammer was. Wij speelden toen uit, als ik me niet vergis. De eerste was uit. Speelden we 1-1. Speelden we echt een goede wedstrijd. Al weken zijn ze daarmee bezig, hè, die gasten. Vuurwerk bij de training, echt 1000 mensen daar. Pak ze aan, echt met tranen in de ogen, echt van kom maar, pak ze aan. Ja, jongen, je weet niet wat je meemaakt, jongen. Maar toen begon ik wel te beseffen hoe groot die club is, hoeveel liefde de mensen in Rotterdam. Wat je al zegt, hè, zijn echt harde werkers daar. Dus ik wist ook toen ik daar naartoe ging, één ding, ook al lukken de acties niet, zorg dat je keihard werkt. Want als je dat niet doet, dan ga je het niet redden bij Feyenoord. Dus dat deed ik wel altijd. En die eerste klassieker speelden we goed. We speelden 1-1, kwamen 1-0 voor door de Vrij. We speelden eigenlijk Ajax bij hun helemaal zoek. Eerste helft. We gingen hoog druk zetten met Koeman. Wow. Hij zei gewoon, hij heeft daar gewerkt. Hij zegt, als je Ajax hoog druk zet, hij is ook gewoon zo'n trainer die scheid heeft. Hè? Hij had niks te verliezen. Dus we speelden echt gruwelijk. Maar uiteindelijk, laatste minuut volgens mij, scoorde Vertonghen een kopbal. In duel met Vlaar in de kruising. Ja. Vlaar was hem even kwijt, één momentje. En speelden we 1-1, maar het voelde wel goed, omdat we gewoon goed speelden. Want iedereen had verwacht, die worden gesloopt. Ja. We hadden geen transfers gedaan. Ja. We kwamen echt met jongens die nu de top hebben gehaald. Maar Bruno Matis, Indy, Stefan de Vrij, jongens die komen net uit de A1. Dus ja, we kwamen echt met kleine jongens, met alle respect. Ja. En toen zetten we toch zo'n wedstrijd neer. Dus uiteindelijk 1-1. Maar het gevoel qua ambiance was wel haat vanuit Ajax natuurlijk. Mm-hmm. Maar onze supporters waren er niet. Dus dat heb ik nooit meegemaakt. Helaas. Heb je meer druk ervaren bij Feyenoord of bij het Nederlands elftal? Feyenoord. Ja, Feyenoord, toch wel? Nederlands elftal had ik niks te verliezen. Ik had niks te verliezen. Want je deed het daar ook goed, hè? Want ik kan me die eerste wedstrijd nog van je herinneren. Volgens mij, ik weet niet meer tegen wie het was, maar je ging iedereen voorbij. Gewoon. Ik zag je alleen Andorra. Maar in aan de zijkant, man. Ja, was geen top tegenstander natuurlijk. Was voor mij ideaal om tegen in zo'n wedstrijd je debuut te maken. Maar je moet het toch doen, hè? Je moet het wel doen. Want je moet dat shirt aandoen. Je staat daar, de pers is zes, Nederlands elftal, hoogste wat je kan halen in Nederland. Je moet het laten zien, hè? Ik ga je zeggen, de eerste wedstrijd was wel heel veel druk. Dat was meer dan bij Feyenoord. Waarom? We zaten in Huis de Duin. Als je daar wakker wordt, je krantje hangt gewoon aan je deur. Dus ik de deur open, ik pak krantje. En je ziet je naam schaken, gaat debuteren. En dan zie je meningen van oud-voetballers. Hè? Oud-Nederlands elftal spelers, de legendes, zeg maar. Dus noem ze maar op, Willem van Hanegem tot en met. Dus heel veel lees je ook van, daar niks te zoeken, joh. Serieus, Ruben Schaken tussen Arjan Robben. Dat past niet in het rijtje thuis. Dus zulke dingen lees je dan. Deed pijn? Deed geen pijn, want hij had gelijk.
ik moest het laten zien. Ik had wel zoiets van, in Nederland wel de top gehaald, maar internationaal is wel een andere top. En dat merkte ik ook op de trainingen. Dus ik dacht van daarom was het weer heel... Ik dacht van VVV naar Feyenoord. Ja, oké, ik ben nu aangehaakt. Bro, dan kom je op Nederlands elftal. Met alles op goal, hè? Afwerken, alles. Huntelaar, bro. Ja. Ja, was dus bijzonder, echt. Bro, alles wat je hoog, laag, elke voorzet die ik gaf, hij maakte er wat van. Maar hij is altijd tussen de palen. Ja, op tv lijkt het allemaal zo anders. Hè? Mensen begrijpen dat niet. Hij kan geen acties maken, zeggen ze. Bro, killer. Echt een killer. Maar ook Van Persie, Robben, buitencategorie. Snijder ook, hè? Ja, jij zat in die gouden tijd daar, hè? Om me heen. Ik, kijk, het enige wat ik dacht is, ik hoef alleen te rennen eigenlijk. Want die jongens regelen het voor je. Snap je? Ik ben buitenspeler. Van Gaal zei letterlijk tegen mij, Ruben, blijf hoog. Ja. Bij Feyenoord ging ik wel eens ballen ophalen, want ik werd ook steeds beter in het positiespel. Ja. Dus de back laten kiezen. Als ik in de bal ga, gaat hij mee. Gaat hij niet mee, draai ik open en dan gaan we rennen. Dus dat spelletje kon ik goed spelen. Maar hij zegt bij ons, blijf hoog. Want Raf en Wesley, die regelen het. Die kunnen met een man in hun rug, overtal, alles, die gaan draaien. Links, en rechts. Hij zegt, links, rechts, bro. En dat kwwam ook uit, bro. Dat was een feest om met hun te spelen. Bro. Gewoon rennen. Je hoeft alleen soms, maar te rennen. Je hoeft niet eens te kijken van, hey, kom die bal. Ja. Soms had ik niet eens door dat die paas kwam. Echt waar. Zij sturen jou die ruimte in. Ken je dat? Soms zie je het, maar soms sta je gewoon... Denk soms je van, lijkt het of je lichaam vanzelf gaat rennen dan, toch? Ja. Ik zweer het je. Je ziet die ruimte en hij stuurt je gewoon weg. Dus dat ging eigenlijk veel makkelijker. Maar vooral die eerste week, elke dag in de krant lezen dat je dus zeg maar... laat hij het maar laten zien. En 30 jaar en... zal ook wel een eendags... Ik was 30, hè? Ja, klopt, man. Zal ook wel weer een eendagsvlieg zijn, zoals vele Yildirim, Romano Bobsen, Denneboom. Al die namen stonden erin, weet je wel. Ja. Dus ik hoorde bij dat rijke thuis. En dat wilde ik niet. Ik was al blij, hoor, als ik mijn debuut mocht maken. Maar ik wist gelukkig, maandag kwam ik en Van Gaal zegt, jij gaat spelen. Dus die druk was al weg. Want ik hoopte van, laat het alsjeblieft niet op de bank zitten 90 minuten. En dan word je de volgende keer niet meer opgeroepen, snap je? Ja. Dus nu wilde ik ook meer. Dus die trainingsweek ging lekker. Tempo lag gigantisch hoog, bro. Echt. Namen die jongens je serieus? Ja, dat wel. Wel respect. Gelukkig, oké. Dat kwam waarschijnlijk ook door mijn leeftijd, denk ik, hoor. Ja, je was 30, ik was ouder dan sommigen. Ik ben ouder dan Robben en Snijder. Dus respect was er zeker. En dat dwing je ook af met je spel uiteindelijk. Hè. In de trainingen zagen ze ook wel van, hè, die kan wel mee, snap je? En als je dan in je eerste twee interlands ook scoort. Ja, dan helpt, hè? Dat helpt echt. Dus daarna werd ik ook gewoon elke keer opgeroepen. Soms speelde je wel, soms speelde je niet. En uiteindelijk 7 interlands. Hele kwalificatiereeks heb ik mee mogen maken. Helaas mocht ik niet mee, omdat we een ander systeem gingen spelen. Dus was ook terecht, hoor. Maar hoe pijn deed dat eigenlijk? Gewoon eerlijk. Want het was eigenlijk je enige kans op een eindronde, hè? Ja, alleen moet je eerlijk zeggen, ik zag het wel aankomen. Maar dan toch hoop je toch wel ergens van... Ik hoopte op die stage. Ja, er kwam een stage op, ja, weet klopt, je wel. Ja. En die stage, ja, uiteindelijk moet je ook eerlijk en realistisch zijn. Jeremy Lens... Je bent niet achterlijk. Ik keek elk weekend. Ja. Wat doet Lens? Wat doen mijn concurrenten? Ja. Want zo werkt het bij het Nederlands elftal. Mm-hmm. Van Gaal ziet je nu, over een maand of twee maanden, kijkt hij al die reeks wedstrijden van jou. Hoe ben je in vorm? Score je? Assist? Dus ik keek altijd naar Robben. En Robben was aan de lopende band. Ja, dat is maar abnormaal. Ook Lens, buitencategorie. Ja. Buitencategorie. Ook Lens was fantastisch. Sterk. Goed. Ik had geluk dat Narsing dan... Pech voor hem natuurlijk, hè, want ik ben goed met Narsing. Mm-hmm. Alleen hij raakte zwaar geblesseerd. Knie, dus, hè? Aan zijn knie, ja. Kruisbandoperatie. Hij kwam er wel heel sterk van terug. Maar goed, dan had je wel een concurrent minder, waardoor je dus hè, veel meer kans maakte. Maar uiteindelijk toen Van Gaal zei, van, we gaan met 3-5-2 of zo gingen spelen, toch? Met twee spitsen. Toen wist ik al van, kans is klein. Dus, maar ik was al trots op die interlands. Ja, ik snap het. En het is toch wel een bekroning voor jou, absoluut. Hè? Na zo'n... aparte carrière tot dan, zeg maar. Zeker. Maar je hebt, wat ik net al zei, je hebt goede jaren gehad bij Feyenoord. Je hebt het Nederlands elftal gehaald. En je bent eigenlijk in Nederland een topspeler dan, om maar zo te zeggen. Absoluut. Soms had ik wel het gevoel dat je niet het respect kreeg wat je verdiende. Maar dat niet is een altijd. Ander verhaal. Weet je, maar ja. Één ding begreep ik gewoon echt niet. Dus die stap naar Baku was het volgens mij, toch? En ik heb tegen die clubs gespeeld, tegen Inter Baku op trainingskamp. Je weet hoe het gaat. Antalya, Belek, iedereen is daar. Belek, iedereen. Klopt. Zes weken lang, zelfde hotel, zelfde eten. Het. Iedereen is daar. Ja. En wat ik dus niet begreep is van, kijk, je speelt bij Feyenoord. Je hebt het Nederlands elftal gehaald. Ik snap dat je gaat cashen, 100%. Maar ik wist niet, of ik weet nog steeds niet, of dat niveau van cashen in Azerbeidzjan hetzelfde ligt als in Dubai.
ik dacht van, hey bro, ga dan naar Dubai, Saudi-Arabië, ga naar China. Waarom doe je dit? Ja, klopt. Nee, kijk, ik had bij Feyenoord een aanbieding in Dubai. Kon ik echt goed geld pakken. Mm-hmm. En die heb ik laten lopen. Ik wilde gewoon mijn contract bij Feyenoord uitzitten. En dan transfervrij wilde ik weg. Snap ik. Een beetje gewoon van, hè, ja. Topjaren gehad. Dan ben je rond. Tekengeld krijg je dan ook waarschijnlijk. Ja. Dan kan je een klappertje maken. Maar het liep iets anders mijn laatste jaren. Fred Rutte kwam. Eerste half jaar weinig gespeeld. Toch wat goals gemaakt. Als ik inviel, altijd wel gevaarlijk. Mm-hmm. Maar ik zag gewoon van, onder deze man ga ik gewoon niet meer spelen. Dat was duidelijk voor mij. Dus toen, eigenlijk was het ook een wanhoopsactie. Ik had nog een half jaar contract. En in de winterstop belde ik mijn zaakwaarnemer. Ik zeg, ik moet weg. Echt liever gisteren als vandaag. Mm-hmm. Ik zeg, ik ga sowieso hier niet meer spelen. En als je dan een half jaar niet speelt, ben je minder interessant als je transfervrij bent. Zeker. Dus uiteindelijk wilde ik ook de druk van voetballen. Dus pers, media, ik was er helemaal zat. Ik wilde gewoon ergens waar ze voetbal niet zo belangrijk vonden. Nou, je weet hoe dit in Azerbeidzjan gaat, dit 100 man op de tribune. Dus Als je geluk hebt. Ja. Je komt gewoon echt met je kiksen. Zo ging naar de club. Hè? Kiksen klopt. En een handdoekje zo gevouwen in mijn toilettas. En ik ging daarheen, dus dat vond ik wel lekker. En het niveau van cashen is absoluut geen Dubai. Het is goed geld, het is netto geld uiteraard. Ja, precies. Dus dat is wel lekker. Dus ik zeg altijd van, wat je hier bruto verdient, verdien je daar netto. Ja, klopt. En ik had het geluk dat ik bij Feyenoord gouden handdruk, zo noemen ze dat, afkoopsom kreeg van mijn contract. Nice. Dus ik was ook niet zo hebzuchtig voor geld. Ja. Ik had goed verdiend. En ik dacht van, weet je wat, als ik dat bij elkaar optel. Want je contract is volgens mij 3 keer opengebroken daar. Hè? Ja, 3 keer opengebroken, ja. Als iedereen die een beetje voetbal kennis heeft, weet wat er gebeurt. Je gaat van hier naar hier naar hier. Ja. En als je daar zit, ben je geen kleine jongen meer. Nee. Ik werd een grote jongen. Ja. Eerlijk is eerlijk. Ja, absoluut. Nee, maar dat wilde ik ook. En ik presteerde ook als een grote jongen. Eerlijk is eerlijk. Als je op een gegeven moment international bent en je speelt altijd alles. En je bent altijd belangrijk. Veel assists, veel goals. Dan was dat wel logisch. Dus ik heb daar ook op moeten aandringen hoor, bij de club. Mm-hmm. Want ze vergeten natuurlijk nooit, je komt van VVV, dus hè, voor jou is dit al genoeg. Tuurlijk, en ze willen altijd het goedkoopste uitkomen. Is logisch. Ik ben nu business. Ondernemer, dus dat is business. Ja, ja. Dat is gewoon zo. Maar goed, uiteindelijk heb ik het afgedwongen en dat was ook niet makkelijk. Want het gaat, je weet, zulke dingen gaan weer via raad van commissarissen. Gaan ze stemmen. Ja, ze moeten toestemming geven, et cetera. En dat was onder curatele, dus dat was allemaal... Maar goed, heel veel spelers gingen weg en de sterkhouders waarvan ik eentje was, die bleven. Dus ze hadden geen keus. Maar goed, uiteindelijk Baku was een mooie stap. Achteraf gezien ook weer financieel ook wel goed uitgepakt. In de zin dat eerste half jaar werd je niet betaald, maar ik had anderhalf jaar getekend. Mm-hmm. Dus betekent, ik heb nog een jaar te goed. En nog 3-4 maanden die ze niet hadden betaald. Mm-hmm. Ik had tekengeld, ik had bonussen, ik ging naar een club. Die pakt sowieso 70 tot 80 punten per jaar. Wat zeg maar de PSV van Azerbeidzjan. Ja, en die bonussen zijn geen misselijkheid. Yeah. Ik weet 1500 het. Per punt. Nou ja, schoon hè. Is allemaal netto. Schoon, oké. Ja, alles is netto. Dus ja, en we haalden ook echt volgens mij 75 punten. We eindigden tweede in de Europa League in. Weer een bonus. Dus uiteindelijk, na een half jaar, tekende ik bij ADO. Ik heb netjes mijn contract uitgezeten, tenminste die 3 maanden. Heb je al je geld gekregen? Al mijn geld tot de laatste zin. Gelukkig. Ja. Ik had een zaak aangespannen. Mijn geluk was eigenlijk, ze gingen Europa in. En als je Europa ingaat, mag je geen FIFA-zaak tegenover je hebben. En financiën moet op orde zijn. Anders is het ook een beetje competitievervalsing. Mm-hmm. Want die andere clubs hebben dat wel. Dus dat was mijn geluk hoor, zeg ik je heel eerlijk. Wat ik wel gedaan had, ik zei tegen ze, weet je wat, spreid het maar over 12 maanden. Ze konden het niet in 1 keer doen. Beter ook hè? Nee, dat was beter ook. Ja. Dat was beter voor mij ook, want ik had een gat in mijn hand. Dus je weet hoe dat gaat. Ik kreeg dus salaris van ADO op dat moment. En ik kreeg ook nog mijn afkoopsom van Azerbaidjan. En je hebt je spaarpotje. En je kreeg ook nog een jaar eigenlijk waarvoor je niks hebt moeten doen. Ja, win-win man. Was dat een win-win situatie. En uiteindelijk heb ik mijn contract bij ADO gewoon netjes uitgediend. En toen dacht ik van, nou, het is wel mooi geweest. Je hebt goed gespeeld daar bij ADO. Je hebt goede wedstrijden gehad hoor. Ik was niet helemaal mezelf. Je was wat ouder. Klopt. ADO is een hele lastige club om te spelen. Bro. En ook lastig om tegen te spelen. Ik heb nog nooit in de jeugd een goede wedstrijd tegen ADO gespeeld. Ik weet niet wat het is. Ik haatte hun echt. Dus ik begrijp wel dat... Minimaal gewonnen. Ja. Van de 10 wedstrijden wonnen misschien 3. Snap gelijk, je? Vaak verloren ook. Dus Moeilijk. Ik snap wel dat... Ja, je bent wat ouder. Je hebt ook minder bewijsdrang. Want klopt. Financieel ben je cool. Je hebt het Nederlands elftal gehaald. Je hebt bij Feyenoord goed gespeeld. Je hebt gewoon goede jaren gehad. Het is gewoon wat moeilijker om dan op je... Wat was je? 33, 34, zoiets? 34. Ja, dan nog 200% te geven. Ook al probeer je dat wel.
Je zegt precies hoe het ging. Ja, precies toch? Zo ging het. Ja, ja, ik snap dat ik wel. Ik had wel een mentorrol. Ik was wel altijd met jonge spelers helpen, weet je wel. Geraldo Becker was mijn concurrent. Mm-hmm. Goede speler. Ik zag toen al dat hij echt heel goed was. Alleen ik was veel met hem bezig in de zin dat hij zijn rendement moest verhogen, weet je wel. Super snel, echt. Die man, als je denkt dat ik snel ben, bro. Geraldo is geen grappen, bro. Serieus? Dat is een raket. Dat is, niet normaal. Dope. Maar goed, ik was wel veel bezig met dat soort gasten, weet je wel. Ik wist van, ik ga toch stoppen en het is ook nog mijn landgenoot, dus dan heb je extra affiniteit daarmee. En daarom extra mooi om te zien hoe hij het nu doet. Op dat moment, je weet als jongens, spelers zijn jong. Dus hij zag mij natuurlijk, ik speelde altijd. Hij zat vaak op de bank voor mij. En als hij speelde, moest hij naar de linkerkant. Want ik drukte ook aardig op het salarishuis. Je gaat mij niet halen om op de bank te zitten. Dus. Klopt. En dat is ook voetbal. Dat vond hij niet altijd even leuk. En soms dat moet hij leren. Hij was dat moet hij leren. Hij was jong. Ik nam het hem ook niet kwalijk. Dus, maar ik bleef wel met hem bezig. Weet je wel. Ik zag hem niet als concurrent. Ik zag hem juist als van, jouw tijd gaat komen, bro. Want je bent goed. Dus, en uiteindelijk is de tijd ook gekomen. Want toen ik wegging. En tijdens alle, want op een gegeven moment waren de rollen omgedraaid. De laatste 6-7 wedstrijden. Klopt, ja. Zat ik op de bank, speelde hij. Hij was in bloedvorm. En ik genoot, bro. Ik wist al van, ik ben klaar hier. Dus hoe mooi is het als je die jongen toch ziet vlammen, weet je wel. Dus ik was wel altijd collegiaal naar mijn spelers toe. Want ja, ik heb alles al gehad. Maar wist je op dat moment ook dat je na ADO zou stoppen met Portugal? Nee. Nee, hè? Tuurlijk, het spookt door je gedachten. En ik wist wel, die kans zit erin. Want ik was wel iemand van, ik ga niet meer voor. Je bent bepaalde bedragen gewend, hè, bro. Ja, maar je beseft ook wel, je bent 34. Ik was 35 geworden. Dus je weet al van, als ze je nemen, krijg je weer dat soort. Bij ADO was het dan moeilijk, hoor. Ja, dan gaan zoveel wedstrijden spelen. Gaan ze een tonnetje aanbieden. En juist. En, dat soort aanbiedingen zijn voorbij gekomen. Nou ja, bro, met alle respect. Snap ik. Ik was nog aardig fit. En ik vind van, het moet geen geld gaan kosten bij wijze van. Dus als je dan de belastingen, alles eraf haalt, want ik was wat gewend. Dus ik heb heel veel aanbiedingen ook naast me neergelegd. Ik denk, nou, vanaf dat bedrag gaan we praten, anders niet. En toen merkte ik al gauw van, één, de bedragen waren niet meer zoals het was. Wat logisch was, want ja, je brengt ook niet meer wat je altijd bracht. En ik merkte ook van, mijn kinderen gaan nu voetballen, moet ik nog door? Ze gingen allebei lekker, Ajax, Feyenoord toen de tijd, dus... Ja, als ik voetballer was gebleven, moest ik eigenlijk een privéchauffeur voor die gasten gaan halen. Want ik had ze niet kunnen brengen. Dus uiteindelijk zie je wat er voorbij komt en dan ga je een beetje wegen. Denk ik van, beter stoppen. Snap ik. Ja. Vooral ook omdat je natuurlijk al een hoop hebt bereikt. Je hebt dan al hoop binnen kunnen harken en je was al bezig met ondernemen. Toch? Ik had goed inkomsten ook vanuit ondernemingen. Ik had een goed CFK. Dus ik heb toen eigenlijk UWV ingeschakeld toen. Ja. Ik denk even niks. Ik heb 2 BV's, dus ik betaalde mezelf niet uit. Waardoor je dus gewoon lekker even kan gaan kijken wat je gaat doen. En uiteindelijk heb ik toch weer die schoenen gepakt. Want ik werd gebeld door HBS. Ja. Daar heb ik nog een jaartje gezeten. Die kwamen in de zomer al. En toen heb ik gelijk nee gezegd. Ik zeg, nee, HBS. Ik wist al van prof naar amateur. Van top naar ADO vond ik al heel moeilijk. Snap je? Ik was gewend met Filena, El Amadi, steekballen. Bij ADO moest je dat uit je hoofd zetten. Ja, met je gaat alle rennen, respect, maar die bal komt niet. Hij komt niet. En dan is het goed gelopen. Ja. Maar je kon je kuntjes niet meer laten zien. En veel mensen vergeten dat een buitenspeler daarvan afhankelijk is. Of die paas wel of niet aankomt. Komt hij wel aan, heb je misschien van mij een assist. Komt hij niet aan, maar dat zien ze dan niet. Heb je vrij weinig aan. Zeggen ze weer, schaken, weer weinig voorzetten. Ja, maar kijk je ook naar de ballen die ik gekregen heb in deze wedstrijd, snap je? Dus daar had ik in het begin heel veel moeite mee bij ADO. En toen dacht ik bij HBS, nog lager niveau, was derde divisie. Dus uiteindelijk in de winterstop stonden ze onderaan, hebben ze me weer gebeld. En hadden ze geld schieten. Nou, dat is financieel ook wel aantrekkelijk voor mij. Om gewoon één keer in de week, had wel zoiets van één keer in de week trainen. Zondag voetballen. Ga mij niet vragen om 3 keer te trainen, want ik heb ondernemingen met alle respect. Was ook niet arrogant bedoeld, maar... Je was gewoon bezig. Ik was bezig en de bedragen waren niet zo schokkend. Ik zeg van, ik stop mijn onderneming en ik ga bij jullie lekker 3 keer trainen. Dus ik trainde alleen op donderdagavond. Wel nog met een personal trainer door de week. 1 keer in de ochtend om toch respect voor hun te hebben om ook fit te zijn. Dus ik moet zeggen, het eerste half jaar ging fantastisch. Ik scoorde volgens mij 14 goals of zo in 12 wedstrijden. Dus ik heb ze erin gehouden ook. Bijna in mijn eentje eigenlijk. Want, de tweede topscorer, die ze hebben allemaal een seizoensbehaard, volgens mij 3 goals. Dus dan weet je al hoe laat het is. Maar ook altijd beslissende. 2-1 winnen, 2 keer scoren. 3-1 winnen, 3 keer scoren. Zulke dingen. Dus dat ging heel lekker. En het tweede half jaar, want ook bij HBS gingen de sterkhouders, hadden denk ik 3-4 echte spelers waarvan ik dacht, oké, die kunnen mij laten etaleren. En ik zei ook, ik speelde daar in spits.
Ik zeg, ik ga daar niet aan de zijkant spelen. Want als je voorgeeft en ze maken hem niet... Ik werd aangekeken. Dan kan je 100 ballen geven, maar ja. Gaat niet opschieten daar. Ja. Dus ik werd aangekeken. En ik was ook de enige betaalde. Hè? Dus je had ook wel een klein beetje... Hè? Je weet, het is ook nog steeds Den Haag. Mm-hmm. Dus komt van buitenaf, wordt betaald, traint 1 keer per week. Dus ik had ook weer altijd in de kleedkamer scheve gezichten. Ja. Je weet hoe dat gaat. Ze doen wel in je gezicht aardig, maar ze voelen hem wel. Maar goed, in het eerste half jaar, als je prikt, snoeien je die mondjes. Dus dan was het ook, iedereen was rustig. Tweede half jaar hebben ze me weer weten te verleiden. Maar pas aan het einde, want ze moesten weer geldschieters zoeken en dit, dat, dat. Dus competitie was, even kijken. Volgens mij was er al 1 of 2 wedstrijd gespeeld, dacht ik. Ik weet niet zeker. En toen werd ik dus gebeld van, ja, we zijn rond. Ik was niet fit. De hele zomer heb ik vakantie daar, daar. Ja. Dus ik was niet aangekomen of zo, want fysiek was ik wel goed. Maar conditioneel, ja, precies. Wedstrijdritme. Laatste is toch wedstrijd, anders, hè? De laatste wedstrijd was in mei en we waren al in augustus. Hmm. Dus ik zeg, je had eerder moeten bellen of wat dan ook. Ik zeg, ik ga tijd nodig hebben. Nee, komt wel goed. Ze dachten aan het vorige half jaar toch? Want toen was ik ook, maar toen was ik nog fit. Ja. Omdat ik zeg maar in de zomer nog doortrainde tot eigenlijk laatste einde van de transferwindow. Toen heb ik gezegd van oké, ik ga ermee stoppen. Maar ik bleef fit, want ik denk, stel, er komt iets tofs. Mm-hmm. Ga ik het toch doen. Dus dat was hun geluk, dat ik nog fit was. Dus ik kwam aan, ik was niet fit. Ik merkte gewoon conditioneel. Plus die 4 jongens, die sterkhouders, waren weg. En mij werd verteld, team is beter als vorig jaar. Ja, maar dat gaan ze je altijd zeggen. Bro, eerste training. Eerste training, ik kijk om me heen. Ik denk, wow, dit wordt een probleem. Camping elftal. Dit wordt echt, met alle respect voor die boys, fantastische gasten. Yeah. Maar het wordt een probleem. Dus ik zeg, ga niet trainen. Ik zeg, je moet echt wat halen. Hij zegt, ken jij niet vrienden, dit, dat of oud-profs? Dus we waren toen bezig met Eduard Duplan. Okay. Zat ik nog mee bij ADO. Wereldventje, maar ook een fantastische buitenspeler. Speler. Okay. Ja. Ik denk met hem op de flanken en ik in de spits. Dan kreeg ik nog aanvoer. Hij heeft ook een fantastische steekbal. Uiteindelijk is het hem volgens mij niet geworden. Dus ik ging het eerste half jaar, wat heb ik gescoord? 2 goals volgens mij. Ja. In al die wel alles gespeeld. Maar ik proefde al van, dit gaat hem niet worden. Dus uiteindelijk zijn we in goed overleg in de winterstop uit elkaar gegaan. Ik zou sowieso het een halfjaartje doen. Mm-hmm. Dan had ik 15 gescoord. Want ik ging de cursus doen, dus UEFA C, UEFA B. En daar had ik tijd voor nodig. Ik kon niet meer dat allemaal samen puzzelen. Dus toen ben ik daar weggegaan, man. Heb ik toch wel een mooi jaartje gehad, hoor. Leuke mensen ontmoet. Echt een mooie kakkersclub, om het zo te zeggen. Ja, echt, en bij de amateurs kan het altijd club. Wel gezellig zijn, hè? Ik zeg je eerlijk, bro. Ja. Ik kwam altijd op donderdag. En donderdag was altijd... je had hockeymeisjes daar, je had zeg maar een heel... die dolle duikavond. Heel de club, wat zeg je? Dolle duikavond. Ja, was gewoon sappie erbij, eten werd voorbereid. We gingen kaarten, ging die gasten, spelletje kaarten gingen we doen. Dus dat soort dingen vond ik. Op een gegeven moment ging ik me verheugen op die donderdag. Je weet, een beetje socialiseren met die gasten. Dus dat was echt leuk, een jaartje. En daarna ging ik eigenlijk mijn trainingscursussen doen. En ben ik trainer geworden, ook erbij, los van mijn ondernemingen. Ja, want je bent er nu al een tijdje gestopt. Mm-hmm. En ik vraag meestal aan de jongens die gestopt zijn, van hoe zou jij zeg maar de voetbalwereld het beste kunnen omschrijven? Poef. Ik zeg altijd van, het is een wereld die je heel veel kan geven, maar ook heel veel van je kan pakken, man. En daar moet je die balans in vinden. Het pakt sowieso, wat je zegt, zo dacht ik ook altijd, maar nu ben ik gestopt. Het pakt heel veel, bro. Ja, hè? Ik zie nu mijn kinderen voetballen, ik zie ze genieten. Dat heb ik nooit kunnen doen. Snap je? Dus je mist heel veel. Die jaren kan je ook nooit meer inhalen. Klopt, dat is het. Snap je? Hè? Ik zeg altijd, vrijheid is niet te koop. Dus hoe moet ik het zeggen? Ik kan nu doen wat ik wil. En dat vond ik wel fijn toen ik gestopt was. Ja. Als jij nu tegen Wijnaldum zegt, kunnen we morgen dit doen? Hij gaat je zeggen, gaat niet. Ik zeg, bro, geen tijd. Hij zit gebonden, snap je? Tuurlijk, hij heeft een fantastisch leven. Ja. Beste club, doet het fantastisch. Maar ik geef hem even als voorbeeld. Hè. Als profvoetballer ben je gewoon gebonden. Hmm. Simpel zat. Volgende ochtend moet je trainen. Dus je moet je auto in, je moet. Snap je? Het moeten, dat is eraf. En dat merken spelers denk ik pas als ze gestopt zijn. Ja. Die vrijheid die je hebt, genieten van je kinderen, als je kinderen hebt. Dus daarvan pakt voetbal wel heel veel, hoor. Ja, en wat ik je al zei, het kan je veel geven. Jij hebt natuurlijk goed verdiend. Absoluut. Mooie jaren gehad. Geweldige wedstrijden kunnen spelen. Dingen met kunnen heel meemaken. Veel jongens. Klopt. Kunnen samen spelen die toppers zijn geworden. Ik zeg weet je eerlijk, het brengt meer dan het neemt natuurlijk. Yeah. Ik heb alles te danken aan mijn carrière, maar ook de netwerken die je hebt opgebouwd, hè, ook met het zaken doen. Yeah. Dus dat is ook het mes snijdt aan meerdere kanten als je ex-prof bent geweest, ex-international. Dus wat dat betreft heb je wel gelijk, het brengt heel veel. Yeah. En je merkt ook, als je gestopt bent, je kan niet meer swipen zo makkelijk. Nee. Dat gaat niet meer, bro. Ja, man, kijk. Dat is het enige wat ik echt de eerste maanden miste. Ik, ja, want...
dat vraag ik me dus ook af bij jou. Want kijk, je hebt 4 ondernemingen. Ja. Oké, je hebt de catering. Ja. Aan wat moet ik denken? Een soort Patrick's of zoiets? Of nee, niet? Op locatie. Nee, geen Patrick's. Op locatie. Okay. Dus bruiloften, grote evenementen leveren wij. En dat draait goed? Dat draaide goed. Voor nu is het op een laag pitje. Snap ik. Okay. Door corona en alles. Maar daarvoor ook al een beetje. Omdat ik heb 4 ondernemingen, maar het is te veel. Ja. Snap je? Je kan niet focussen. Dus ik heb nu die auto's. Dat is mijn core business op dit moment. Oké, dus auto's, catering. Kledinglijn. Voetbalschool. Ik ga geen bedragen vragen, maar hoeveel procent ben je achteruit gegaan kijkend naar je topjaar bij Feyenoord? Poeh. Je topjaar, hè? Dus... Heb je rekenmachine? Nee, zwaar. Sorry. Ja? Absoluut. Ja. Even goed denken, hè. Als ik kijk naar het netto inkomsten van nu en toen. Ja. Ja, ik ben wel kleine 25 roodjes achteruit gegaan per maand. Per maand. Zo, ja. Ja, absoluut. Maar daarentegen leef je nog steeds. Nee, ik kan royaal leven. Kijk, ja. Hoe moet ik het goed zeggen? Het geld van Feyenoord, ik zet er toch altijd een gedeelte aan de kant. Dus goed. Qua wat ik kan doen, kan ik nog steeds hetzelfde doen. Mm. Snap je wat ik bedoel? Alleen, je spaart wat minder. Maar ik hoef ook niet meer zoveel te sparen, want ik spaarde voor een huis. Ik heb een huis laten bouwen. Ik heb het goed. Ik heb mooie auto's. Die ik er zelf rijd. Ben je een autoliefhebber, hè? Ik ben wel een autoliefhebber, ja. Ik heb daar wel veel geld in verloren, hoor. Autoliefhebber, klokjesliefhebber. Ook, ja. Je houdt van kleding, ook nog van wat ik nu zie. Ja, ik moet wel van alles nieuws hebben. Ja, dat heb ik van kleins af aan. Serieus? Maar waar komt dat vandaan? Is dat zeg maar een soort verslaving of zoiets? Het is een verslaving, maar ik... Ik had het, maar ik heb het losgelaten. Ook omdat ik het niet kan betalen, dat sowieso. Nee, het is duur. Ik ben ook gaan minderen, hoor. Eerlijk is eerlijk. Ik ben ook gaan minderen. Alleen, ik doe nu zeg maar 1 keer in zoveel tijd goed winkelen. Mm-hmm. Dan ben ik even klaar. Ja. En dan wacht ik weer op een nieuwe collectie of iets dergelijks. Voorheen kocht ik alles wat ik zag. Omdat je staat bij Feyenoord, je wil al het nieuwste van het nieuwste. En ze bellen je ook, hè? Die klote winkels. Ik haat het dat, hè? Ze weten ja, we het. Hebben weer wat. Mm-hmm. Hij komen. Nee, ik kom niet. Nee, maar ik ga dan ook echt kijken, snap je? En al staat je goed dit, dat is... Dus neem die hele winkel mee. En ik hou van mensen verwennen, dus familie. Iedereen haal je wat leuks voor, dus... In die positie zat ik toen. Nu ben ik natuurlijk wel een beetje aan het opletten, uiteraard. Maar goed, ik hou wel van kleding. Dat komt vanaf kleins af aan. En ik hou gewoon van het leven, laat me het zo zeggen. Van genieten. Vakanties. En, ja, je moet gewoon... Yeah. Misschien ben ik verwend door de voetballerij ook. Maakt niet uit, maar als je het kan permitteren, moet je het doen. Moet je het doen, dat is het ook. En ik hou niet van normaal zijn, snap je? Voel je. Sommige mensen houden van 9-5. Dat past ook bij hun, hè. Werken. Moeten ze doen, ja. Ja, alleen ik ben iemand... Misschien komt het als voetballer... Je moet stappen maken in het leven, in alles. In sparen, in genieten, in alles. En als je mij een 9-5 baan geeft en ik weet gewoon, er komt elke maand dit binnen. Yeah. Dus dat betekent, ik kan nooit wat extra's doen. Yeah. Hè, met alle respect voor iedereen die werkt, hè, want ik heb daar echt respect voor. Ik zit nu ook keihard aan het werk. Mm-hmm. En ik denk dat ik meer uren maak dan wie dan ook, maar dat maakt niet zoveel uit. Maar het gaat mij meer erom, doe altijd iets waardoor je iets meer kan doen. Yeah. Snap je wat ik bedoel? Voor je familie, voor je gezin, qua genieten. Anders word je een slaaf van de overheid. Ja, je raakt ook in een sleur, hè? Je raakt in een sleur. Je gaat wachten op vakantiegeld in mei. Anders kan je niet moven. Ja, dat is geen leven, man, bro. Helemaal. Voor mij ook niet. Ja, je hebt een vriendin, je wilt leuke dingen doen. Je moet dingen met je familie kunnen ondernemen, zeg ik altijd. En als het niet kan, kan het niet, hè? Mm-hmm. Maar ik zeg, als je gezond bent en je hebt twee gezonde handen en 2 gezonde benen, kan je werken. Ja. Snap je? Dat is zo mooi in Nederland. Je kan werken, je kan solliciteren. Nu met corona snap ik dat het voor heel veel mensen moeilijk is. Ook ik heb het moeilijk nu met de autobusiness. Maar je kan altijd, je moet creatief zijn. Als het nu niet loopt, Albert Heijn zoekt nog steeds mensen die vakken vullen. Zeker, alleen zeker. Ben jij te trots om te gaan vakken vullen? Ja. Dat is de vraag meestal, hè? Ja. Je kan je uren maken. Ik zeg altijd, in alles moet je de beste willen zijn. Ja. Als ik geen geld meer heb zometeen en ik ben failliet. Ja. Bro, dan ga je gerust als je een donkere jongen aantikt. Ik ga Ruben overal zien. Nee, jij gaat schrikken. Je zegt, meneer, wat staat pak melk? En dan zie je mij gewoon. Zeg je, hé broer. Ik zeg, bro. Je bent hier nu? En dan zeg ik je gewoon van, luister bro. Binnenkort ben ik hier werknemer van de maand. Want ook hier kan je ook pieken. Ja, snap je? Dat is een goeie man. Overal waar je, in alles wat je wilt bereiken, moet je proberen te pieken. Dat je je leven in ieder geval... makkelijker maakt, leuker maakt. Want je leeft maar 1 keer, bro. Ja, dat is echt zo, man. Je leeft toch niet om het hele jaar te werken. Alleen in mei 1 keer op vakantie. Ja. En op het moment dat je in het vliegtuig bent en teruggaat, zit je al met zang. En vaak heb je in het vliegtuig al stress van, heb ik genoeg bij me? Ja, ja. Gaan we alles kunnen doen? Ik ga mijn vrouwtje misschien nee moeten zeggen als we bij een restaurant zijn. Juist. Dat zijn pijnlijke dingen. Ja, ja. En ik begrijp dat ik in een positie ben
geweest en nu nog een beetje ben, dat dat kan, want niet iedereen kan het. Dat maar je hebt jezelf in die positie gezet. Dat is wat ik je wil uitleggen. Zei, je kon ook na 3 jaar Jupiler League zeggen van, hey, school man. Andere keuzes maken of wat dan ook. Nee, maar hetzelfde. Ik zeg het vaak tegen Matties ook. Ik heb veel vrienden. Ik ga eerlijk met je zijn, bro. De nieuwe generatie van, ik ben bijna 40. Mm-hmm. Ik heb Matties zijn begin 30, ga richting 30. Mm-hmm. Maar ik zeg altijd, verander je lifestyle, bro. Sommige mannen zitten gewoon constant op de PlayStation, bro. Ja. Ik zeg, als je daarop zit, bro, als je mij daarop ziet, bro, dan ga ik je zeggen, bro, dan ben ik professional gamer. Want ja. Ik word betaald. Ja, maar zit er gewoon zo? Ze maken geen buiten mee, toch? Nee, man, bro. Maar weet je wat ergens is? De dag daarna ben je brokken van de hele dag gamen. Tot met je oortje in, gek doen, pap, pap, pap. Twee, je hebt een vrouwtje die zich irriteert. Het is zo, ja, kan je niet uitleggen, bro. Ja, de generatie. Is een keuze van iedereen, maar is een generatie. Ik denk van, bro, en dan volgende dag klagen, hè. Sommige mannen zeggen van, zo, bro, je hebt het echt goed. Ik zeg, bro, wanneer jij gamet, zit ik administratie te doen, facturen te maken, te printen, mijn hoofd te breken, orders te schrijven, mailtjes te beantwoorden. Ik zeg, je hebt geen idee, dit kost inspanning, bro. Ja. Maar jij wilt gamen en de volgende dag weer eigenlijk dat er een geluk op je valt. Bro. Ja, zo werkt het niet. Zo werkt het niet, toch? Mensen wachten ook nog steeds dat die loterij valt, toch? Constant. Of die koffer met geld dat je het ergens vindt. Bro, op een grasveldje ergens. Maar zelfs die doekoe gaat een keer op. Of dat het moet het gigantisch zijn, maar... Ja. Je moet je mindset veranderen. Als je wat wilt, zeg ik altijd. Ga werken, ga knallen. En als je er vrede mee hebt, ook goed, hè? Maar dan mag je niet zeuren. Dan mag je niet zeuren. Ga niet naar anderen kijken. Van, ja, want je weet niet wat diegene ervoor doet, snap je? Dat is eigenlijk de nieuwe generatie. Die je hebt niet allemaal. Je hebt ook heel veel harde werkers. Tuurlijk. Maar ik was als voetballer al een keiharde werker. Ik zeg je eerlijk, als ondernemer werk ik 3 keer zo hard. Maar het is wel mooi om te zien, hoor. Dat een man die bij Feyenoord heeft gespeeld. Het Nederlands elftal heeft gespeeld. Dat hij gewoon nu ook gewoon keihard aan het werk is na zijn carrière. Dat zie je niet heel vaak. Nee. Vaak zie je van, hé, we gaan van de spaarcentjes lenen, leven. Dat gaat op. En dan gaan we zeuren, man. Van, ja, weet je, familieleden hebben alles van me gestolen. En dit en dat. En, maar ik denk altijd van, bro, jij hebt het vaak ook aan hun gegeven. Hè? Ja, precies. Jij geeft mensen ook de kans om je te bestelen. Klopt. Nee, dat is echt zo wat je zegt. Maar dat heeft te maken met... Ja, hoe moet ik je zeggen? Ik kon ook eventjes 10 jaartjes chillen. Mm-hmm. Maar en dan, na 10 jaar. Snap je? Ik heb juist zoiets van, als je spaarcenten hebt, mm-hmm. dan wil je het ook behouden. Ja. Of in ieder geval, het moet zo langzaam mogelijk moet het slinken. Snap je? Als het snel slinkt, dan zit je met de gebakken peren. Ja. Dus je moet zorgen dat je, als je tijdens gewoon nog werkt, dan heb je het voor elkaar, toch? Dan gaat het steeds langzamer. En laten we wel zijn, bro, ik ben 40. Straks ben ik 55, 60. Deze Balenciaga's hoef ik niet meer. Geef mij maar gewoon die opa's instappertjes. Die met alle respect, snap je? Tuurlijk, hou je van mooie spullen. En je hebt nog de leeftijd dat je er goed wil uitzien. Je wilt jong blijven. Hè? We komen ook allemaal in midlife crisis. Mm. Je wilt niet oud worden. Voel je. Maar op een gegeven moment, na 10 jaar, al zou het geld op zijn. Ga ik niet van uit, maar ik het kan. Niet, Maar dan moet je het met minder doen. Ook niet erg, maar dan hoef je ook niet meer. Snap je, je interesses liggen misschien wat anders. Dan wil je reizen met je vrouwtje, je bent allebei oud. Je gaat een wereldreis maken of wat dan ook. Heb je andere interesses? Ja, ik voel je. Dan hoef je niet meer langs de PC of wat dan ook. Voor die soort van, het is toch nog een soort, hoe moet ik je zeggen, het is ook een mindset, een soort status, hè? Ja, je wilt toch wel laten zien dat het goed met je gaat. Hè? Dat het goed met je gaat. En ik koop het niet voor anderen, hoor. Maar voor mezelf voel ik me ook prettig, weet je wel. Ja. Ik kan het permitteren. Het is voor jou ook een soort symbool dat je jezelf laat zien van, hey, het kan nog. Het kan nog, precies. Precies, dat is het meer, ja. Nee, maar ik zeg eerlijk, man, bro. Ik zeg, hey, ten eerste, respect voor je carrière. Ik had het nooit 7 jaar lang volgehouden in de Jupiler League. En daarna ook nog stappen gemaakt naar Feyenoord en het Nederlands elftal. Maar daarnaast ook gewoon super veel respect voor je ondernemingsmind. Als ik het zo mag noemen, man. De bedrijven die je hebt. Je gaat goed met je kinderen om. Ja. Je hebt jezelf gewoon goed herpakt na je carrière. Ja, zeker. Dus die respect moet ik je zeker weten geven. Thanks, man. Bro. Thanks. En ik wil je ook bedanken voor vandaag. Bedankt dat je ook zo snel kon komen. We hebben elkaar nog nooit gezien. Nee. Maar het was gelijk, toch? Ja, lekker gesprek. Sterren. En wellicht zien we elkaar in de toekomst weer. Is goed, man. Yes? Thanks, man. Thanks, man, bro. Love. Love. Yo!